Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey test jouw voertuig. Vandaag zijn we beland in ergens in Noord-Holland, ik weet de plek niet hoe het heet. En we zijn hier met Arjan en Job, want die hebben een fucking vet voertuig. Kijk mee, want... Volgens met Joey test jouw voertuig is de serie op YouTube waarin de vetste, snelste, gekste en meest unieke scooters, motoren, auto's en zelfbouwprojecten door Joey gaan worden getest. Het speciale van dit programma is dat wij langs gaan bij Volgasten om een voertuig aan de Volgas met Joey test te onderwerpen. Meld jouw voertuig aan via www.joeyscha.nl en wie weet komen we ook bij jou langs. Goed, we zijn dus in Noord-Holland en het is ergens met de postcode 8337 ofzo, dus het is echt fucking ver weg. En hier zijn we het huis van Arjan en Job. Job en Arjan hebben op Facebook gereageerd met een fucking vet apparaat. En een skelter met een motorboek, pas op het draadje. Ja, het schijnt nog op je bek ook. En daar staan ze, daar zijn Job en Arjan, kijk maar mee. Hallo Job en Arjan. Hoi. Oké, dan jongens, dat zijn dus Job en Arjan en die hebben gereageerd op mijn Facebook post. En die willen vandaag op YouTube komen met die skelter. Als eerst even voorstellen. Hi man. Hey. Joey. Hoi. Arjan. Joey. En jullie hebben gereageerd op Facebook? Want je hebt een heel vet apparaat. Zeker. Vet apparaat die jullie hadden is namelijk dit fucking ding. En we gaan het nu laten zien. Het is echt fucking gruwelijk. Camera takeover, dit is hem dus. Dit is de skelter die wij vandaag gaan testen. In Volgens met Joey, maar eerst gaan we natuurlijk Arjan en Job het lichaam van hun hemd jagen. Zeker. Maar nu ga ik natuurlijk Arjan en Job hun hemd van het lijf vragen. Want hoe de fuck komen ze aan zo'n ding en hoe lang hebben ze gebouwd? Gaan we nu vragen. Ik ben Arjan, 18 jaar. En ik beun aan dingen in mijn vrije tijd. Waar woon je? Oldermarkt. Oldermarkt, is niet in de pol, dat is stip. Nee, het is 10 kilometer weg. Ik ben Job, ook 18 jaar. Woon hier in de pol. Met al mijn dierenvrienden en mijn machines. Ik ben eigenaar van de Skelter. Ja. Ik heb hem 5 jaar geleden ongeveer heb ik hem gebouwd. Toen zijn we op het idee gekomen, op school. Een keer in de pauze. Zeggen we gaan wat maken. Ja. Oké, dan. En waar zijn we? Nou, we zijn in de pol. En valt wat te doen in de pol? Een beetje actie hier, thuis bij mij. Ja, er ook niet. Verder heeft er niks te doen. Thuisactie? Thuisactie, ja. Want hoe is jouw huis? Hoe is mijn huis? Veel dieren, veel lawaai van mijn machines en van de dieren. Ah, dat is gewoon druk hier. Mogen we dingen laten zien? Zeker mogen we dingen laten zien, kom maar okay, mee. Oké, top. We gaan nu alle dieren laten zien, eigenlijk heel veel dieren. Welke als eerst? Duif, hè? Laat zien, laat je duif zien. Oké, dan, wat heb je nog meer? Kip. Kippen, we gaan door naar de kippen. Daar gaan we. Oh, ik hoor ze al. Kippetjes. Wow, schrik alle drie tegelijk. Wat een herrie. Hoor je dat? Oh, wat een herrie. Oh, je hebt hier iets. Neem maar een hap. Doe maar dan, vlees eet paard. Eet geen vlees? Nee, dat is niet. Hij reageert niet op mijn hand inderdaad. Nou, mijn skelter, ben ik mee begonnen. We zaten een keer op school, in de pauze. En toen heb ik tegen hem gezegd van, hey, we moeten eigenlijk even wat maken. En toen is dat frame aangekomen. En toen is er in het begin gewoon een poegblokje opgekomen. Gewoon 50 cc, heel simpel, 15 mm carburateurtje. En toch snelheid daarvan was 63. Maar dat duurde echt wel lang voordat ik daar was. Maar het was wel leuk. Toen heb ik op een gegeven moment, volgens mij na een jaar of zo, heb ik besloten om gewoon een ander blok te kopen. Ja, heb ik een... Die poeg is steeds kapot. Ja, dat denk ik. Een beetje kapot, zwaar, ja. En zo. Dat, die koppeling eruit, nou, dat is toch gelukkig. Dan zaten er gewoon met z'n tweeën op. Maar toen heb ik een Honda GX200 blokje gekocht. 6,5 pk standaard, 2 draaiuren erop, deed het niet meer. Oh, mooi, 100 euro opgehaald. Wow, ja, dat is echt goedkoop. Toen heb ik hem erop gezet, heb ik zo'n centrifugaal koppelingetje gekocht. En de as wat aangepast, zodat de aandrijving erop kwam. Dat was allemaal heel basic nog. Toen ben ik het blok gaan opvoeren, want het ging nog lang niet hard genoeg, zeg maar. Er zat de begrenzer op, dat soort Nee, die begrenzer die zit er nog op, alleen die... is bypass. Ja, die kun je bypassen inderdaad.
Er is een heleboel aan het blok gebeurd en er is een Vario opgekomen. Vooral die Vario maakt hem wel uniek. In trekkracht en topsnelheid, ja, die zit er ook al in. 120 moet hij kunnen halen, theoretisch. Zo, wat! Dat hebben we nog niet gehaald. Nee. Oké, vandaag gaan we 120 km per uur halen. Nee, denk ik niet. Nee, ik denk het ook niet. Hoe lang heb je dit project al? Ik heb dit project nou, ik denk 5 jaar. 5 jaar geleden ben ik ermee begonnen. En hoe lang heb je gebouwd? Hoe lang heb je... Ja, veel vakanties en vrije dagen, weekenden. Nou ja, deze 5 jaar. En het laatste jaar heb ik niet zoveel meer aan veranderd. Maar 4 jaar een beetje spelen met dingen en aanpassingen. En nou, tot dit resultaat eigenlijk. Is er wel eens wat fout gegaan? Oh, met ijzel. Was er zo 3 dagen ijzel of zo? En toen konden we in de school, dus heb ik dat ding gepakt en ben ik hier gaan rondrezen. Toen ben ik ook de bocht uitgevlogen en toen had ik de hele voorraad eraf liggen. Oh. Ik ben helemaal kapot. Dus heb ik weer opnieuw gemaakt, een beetje steviger en zo. Maar... Het is tijd om te rijden. Kunt u een vet trucje? Wheelie. Je lult. Ja, kan, ja. Je lult. Kan de wheelie? Ja, moet wel achterop staan. Nou, dat wil YouTube zien houden. Oké, okay, let's go. Jongens, we gaan even dat ding starten. Als het ding gestart is, dan kunnen we met die gaan filmen. En die is ook fucking vet trouwens. Ik wist niet dat hij dat ding had. En ik heb een nieuw helm voor de Thunder Sip. Daarom is hij roze. Ik ga hem opdoen en ga nu lekker laten zien wat het ding in huis heeft. Eerst Job en daarna ik. Trouwens, denken jullie dat ik zo net over de kop sta? Dat ik een klap maak? Ik zit nu onder de video. Of jij denkt dat ik op de... Reageer dan nu onder de video of jij denkt dat ik op zijn kop ga. Reageer nu. En like de video sowieso voor deze vette projecten. En hopelijk kom ik volgende keer bij jullie. Yes, daar gaan we. De GoPro is aan. Daar gaan we. Laat die nu zien wat dit ding daar staat. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Zet hem op. Dankjewel. Daar gaat ie. Want nu mag ik hem testen. Ja.
Oké, jongens, dit was de eerste video van Volgens met Joey Test je voertuig. Dit apparaat was een Job. Job, dankjewel voor deze onvergetelijke dag. Jij ook, dankjewel Arjan. Ik was hier vandaag in Pol. De Pol. Oh, de Pol. Het zijn wel de juiste letters, alleen een andere naam. Oké, dan. En we hebben hier dus vandaag gefilmd met eigenlijk dit ding. Dit ding kwam even toevallig bij. Was wel heel makkelijk voor het filmen langs de weg. Ik vond het echt hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie het ook hartstikke leuk vonden. Laat even weten wat je vindt van deze machine. Dus onderaan de video. Nou, als jullie hem willen volgen op Instagram, check dan ook in de beschrijving hun namen. Dan kan je zien wat ze al meer doen. En natuurlijk Guest Monkeys, wat is het? De Trottelmonkeys. Zie je? Wat de fuck moest dat nou? Mijn stem is dat betekent dat ik enthousiast was. Ik heb een leuke dag gehad, lieve mensen. Meer van dit soort video's, dan moet je zeker abonneren op Volgens met Joey. Druk op het belletje, want als jij op het belletje drukt, ben jij de eerste die het ziet als we weer een nieuwe video online zetten. En dan wil je het natuurlijk niet missen, want dit is slechts de eerste van vele video's van Volgens met Joey Test je Voertuig. Lieve jongens. Dank je wel. Bedankt voor het kijken. Like, share het. Dat was vet video. Telling Rustig.